60% van het leren moet online gebeuren en 40% in het klaslokaal. Dat zijn hele rare uitspraken, want leerdoelen verschillen, de behoeftes van studenten verschillen. En hoe kun je dan van bovenaf opleggen, 60% moet digitaal, 40% moet in een klaslokaal. Nee, daar moet je vanaf de andere kant denk ik over nadenken. Ik zie heel duidelijk een transitie. Waar in het begin was het heel erg van bovenaf gestuurd, hè? Dus het was echt een moetje. En dat voelde vervelend, maar tegelijkertijd was dat wel, werd je daardoor wel, ging je experimenteren en ging je dingen doen. En het is ons inmiddels, lukt het ons steeds beter, en ik denk dat het ons inmiddels ook wel is gelukt, om vanuit de didactiek te denken. Begin met didactiek en dan zien we daarna wel hoe ICT en hoe het aantal momenten in een klaslokaal of hoe het werken in leerteams of ik voor wat, dat kan, wat voor vormen je daar dan in nodig hebt. Een fout die we denk ik in het begin hebben gemaakt, dat we zeiden we nemen heel het digitale aspect, om het zo maar te noemen, dat nemen uit handen van docenten. En dan verlies je ook de eigenaarschap over wat je doet. Dat werkt niet. Dus je moet echt wel het idee hebben, ik ben eigenaar over de onderwijs-leeromgeving. Ik kan daar als docent keuzes in maken. Maar tegelijkertijd kun je wel faciliteren op allerlei andere gebieden. En wat denk ik de Hogeschool Utrecht heel goed doet, die hebben een aantal mensen aangesteld die gewoon echt films maken. En de techniek dus uit handen nemen bij je. Maar bovendien ook meedenken over de didactiek die je in die film kunt gebruiken. Ten eerste waar ik heel trots op ben, is dat het ons dus lukt om een onderwijs-leeromgeving te maken waarbij studenten, waar veel meer flexibiliteit is voor op welke plaats leer je nu, op welk tijdstip leer je. Maar het zit vooral ook in de wat kleinere zaken, de heel concrete zaken. Bijvoorbeeld het gebruik van film in onderwijs. Nou, dat is iets daar, was ik in het begin, zag ik daar heel weinig heil in. Dacht ik, dat is echt een verkeerde didactiek om bij wiskunde mijn vak te gebruiken. Daar denk ik nu heel anders over. En het betreft ook dingen als hoe kun je nou een groepje studenten met elkaar laten samenwerken zonder dat je daar als docent noodzakelijk met je neus bovenop zit. En dat je toch wel inzichtelijk krijgt hoe dat leren van die studenten, hoe dat verloopt. Ik denk de grootste worsteling die we op dit moment meemaken en ook het punt waar we denk ik het meeste winst mee kunnen halen is, nu denken we nog heel erg vanuit het aanbod. Ik denk dat we veel meer toe moeten naar een structuur waarin we zeggen nee, er zijn bepaalde taken die je in je beroep moet kunnen verrichten of bepaalde kwalificaties die je moet hebben. We gaan met elkaar kijken met de student en de opleiding. Welke kwalificaties heb je nu al en hoe sta je in die taken? Hoe goed ben je daar nou in? En waar wil je nog in leren of waar moet je nog in verbeteren? En op grond daarvan met die student gaan zoeken, oh ja, hoe zou je dat nou het best kunnen bereiken? En hoe kan de HU daarin, de hogeschool daarin faciliteren? Dat klinkt heel mooi. Klinkt misschien ook eenvoudig, maar ik heb inmiddels gemerkt dat is niet zo eenvoudig. Maar het is wel heel goed, denk ik, om op die manier over je onderwijs na te denken.